Mijn naam is Joost van Lingen en ik ben orthopedisch chirurg in het Juliana Kinderziekenhuis. Heeft uw kind O-benen? Dat is meestal helemaal niet erg. Veel kinderen hebben bij de geboorte O-benen. Dit kan er best indrukwekkend uitzien. O-benen vallen extra goed op als de kinderen net gaan lopen. Kinderen horen geen pijn of klachten te hebben van hun O-benen. Spelen en rennen moet zonder problemen kunnen. Bij de meeste kinderen groeien de O-benen vanzelf recht en als het kind ongeveer 2 jaar oud is, horen de benen recht te zijn. Heel soms duurt dit wat langer. U hoeft zich geen zorgen te maken als de benen een gelijke stand hebben, als de stand vanzelf beter wordt en als uw kind geen pijn heeft aan de benen. U kunt erover nadenken om naar de huisarts te gaan als de stand van de benen nog bestaat na de leeftijd van 2 à 3 jaar. Als het ene been duidelijk verschilt van het andere been, bijvoorbeeld het ene been is recht en het andere is een O-been. Of als de O-stand verergert als uw kind ouder wordt. Ook kunt u gaan als de benen pijn doen. Twijfelt u na deze uitleg of de stand van de benen van uw kind normaal is? Uw huisarts kan goed inschatten of het nodig is om een gespecialiseerde fysiotherapeut of orthopedisch chirurg in het Juliana Kinderziekenhuis te bezoeken.